Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Uiteraard vanuit B+C in de Nieuwstraat in Leiden. Zometeen krijgen we een kleine tussenstand van hoe het er misschien volgende week uit komt te zien bij de verkiezingen. Maar eerst gaan we spreken met de ChristenUnie, met Pieter Krol. En met hem spreek ik vooral over zorg, maar ook een klein beetje over de bijstand. Pieter, welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Hi. Jij bent lijsttrekker voor de ChristenUnie. Vorige week kwam jullie een verkiezingsfilmpje online. En ik vond het opvallend, want jullie hebben een heel ander thema gekozen dan alle andere partijen. Het ging over de zorg. Ja, we vonden het opvallend dat tot nu toe in de debatten die we voeren in de campagne heel erg veel gaat over steen en asfalt. En eigenlijk vooral over bouwen. En dat zijn hele belangrijke thema's, ook voor de ChristenUnie. En we hebben ook heel duidelijk geluid. Maar het leek ons ook verstandig om eens even een andere prioriteit aan te stippen. En daar horen zorg en jeugdzorg in het bijzonder en ook bijstand heel erg bij voor ons. Als je kijkt naar de taken die de gemeente heeft, nou ja, dan zijn bijstand en zorg substantiële taken. Dus daar geven we meer dan de helft van onze begroting aan uit. En daar hebben we het dan nauwelijks over in de campagne. Ja, ook omdat je daar niet zoveel ruimte hebt om bijvoorbeeld te bezuinigen of... Dat misschien ook, maar ik denk ook dat het voor veel partijen moeilijk is om daar heel scherp in te worden in de debat. Om dat goed uit te leggen, om daar goed de vinger achter te krijgen. Dat merk ik zelf als raadslid ook. Dus ja, maar dat komt ook een beetje als je zegt, ja, de stelling, de jeugdzorg moet goed zijn. Ja, nou zegt iedereen ja. Ja, dat klopt. Moeilijk te repeteren. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar we zien, zeker als het gaat om de jeugdzorg, dat we al jaren aan het eind van het jaar geld tekort komen. Nou, dat betekent dat de vraag niet aansluit bij het aanbod. En de vraag is dan, wat is er nou leidend? Is de vraag leidend of is het aanbod leidend? En het lijkt in Leiden zo te zijn dat het aanbod leidend is. En daarvan zegt de ChristenUnie, dat is niet goed. Want dan wordt goedkope zorg het uitgangspunt, terwijl goede zorg het uitgangspunt moet zijn. Pieter, vind je het goed als we heel even naar het filmpje gaan kijken voordat we verder praten? De wachtlijsten in de jeugdzorg zijn te lang. Soms moet je maanden wachten voor je hulp krijgt. En als je dan hulp krijgt, dan is die hulp niet altijd goed genoeg. Bijvoorbeeld omdat die te kort is of omdat die niet intensief genoeg is. En daarom is in Leiden een sterke ChristenUnie nodig. Want goede zorg moet het uitgangspunt zijn en niet goedkope zorg. Het is ook gelijk het meest treurige. Ja, je speelt een beetje in op het onderbuikgevoel. Hè? Ja, met muziekje eronder. Zo. Nou, het is gelijk, de donkere wolken pakken zich boven Leiden, wat de ChristenUnie betreft. Maar goed, dat is wel heel belangrijk dat we dat doen. We bedoelen dat helemaal niet per se zo negatief. Want als je kijkt naar hoe onze jeugd- en gezinsteams werken, hoe onze sociale wijkteams werken, hoe de zorginstellingen in Leiden werken, dat is hartstikke goed. Dus die structuur, Die is goed. Maar het punt is, we komen nu structureel geld tekort. En dan kunnen onze sociale wijkteams en onze jeugd- en gezinsteams en onze zorginstellingen zich daar ook niet op aanpassen. Laten we eens heel concreet. We hebben miljoenen tekort op jeugdzorg. Hè? Ja. Dat wordt geregeld vanuit Holland-Rijnland. Dat is even te groot om het uit te leggen. Maar we doen het eigenlijk met alle gemeenten om ons heen. De jeugdzorg organiseren. Wat gaat er concreet mis in de jeugdzorg? Nou, het gaat vooral over, in de manier van werken, daar gaat het goed. Maar wie zijn de dupe van het systeem nu? Nou, de kinderen die op de wachtlijsten staan. Dus dat zie je, dat kan in de volle breedte zijn. Maar ik maak me het meeste zorgen om die kinderen die afhankelijk zijn van specialistische geestelijke gezondheidszorg. Maar over welke kinderen hebben we het dan? Meerdere groepen eigenlijk. Dat kan gaan over kinderen en jongeren die autisme hebben. Het kan gaan over kinderen en jongeren die ADHD hebben. Het kan gaan over kinderen die om wat voor reden op school uitvallen. De kinderen met een rugzakje. Ja, voor een deel is dat zo. Of kinderen die afhankelijk zijn van een persoonsgebonden budget. Maar komen die nu in een situatie terecht die echt nijpend is? Ja, nou ja. Kijk, weet wat je ziet gebeuren. Als deze kinderen maanden op een wachtlijst staan, dan worden problemen soms alleen maar erger. En als je ze dan niet
snel genoeg de juiste hulp biedt, ja, dan komen ze alleen maar verder in de problemen. En zeker voor die kinderen die als gevolg van hun problemen uitvallen op school, heb je ook nog dat hun leerachterstand gaat oplopen. En dat wil de ChristenUnie. Dat is schijnend. De ChristenUnie zegt in ieder geval, we moeten structureel meer geld gaan uitgeven aan de jeugdzorg. Toch heb ik dat niet zo concreet in jullie programma gelezen. Ja, dat staat er zeker wel zo in. En ik heb er speciaal naar gezocht, laatst voor een podcast die ik gemaakt. Mm-hmm. En ik kon het alleen bij D66 vinden, dat ze echt zeggen van we gaan extra geld reserveren voor jeugdzorg. Nee, dat staat er bij ons ook in. Ja, lees het maar na okay. Hoofdstuk 1 gaat over zorg. En waarom dat belangrijk is, dat structureel geregeld wordt, is dat jeugd- en gezinsteams, onze sociale wijkteams en onze zorginstellingen dan ook zeker weten dat ze op het geld van de gemeente kunnen rekenen. Want nu lapt de gemeente het uiteindelijk aan het eind wel bij. Maar als we maar zorgen dat we deze mensen vooraf de zekerheid geven dat het geld er is, dan kunnen ze eventueel daar ook extra mensen voor aannemen. Okay. En dan kunnen we wachtlijsten gaan wegwerken. Oké, nu komen we trouwens wel, nu wil ik even door. Nu komen we op een gek verhaal. Dit heeft te maken met de decentralisaties. De gemeente is verantwoordelijk geworden voor jeugdzorg. Maar ook voor WMO, dat gaat bijvoorbeeld over tuigzorg, ouderenzorg. En bij jeugdzorg is er tekort. In de WMO-pot blijft er geld over. En dat gaat niet in één keer naar jeugdzorg toe, maar dat gaat naar de spaarpot van de gemeente. Hoe zit dat nou? De ChristenUnie vond dat heel raar. Afgelopen jaar was er inderdaad op de WMO geld over. Heeft de ChristenUnie een voorstel geschreven van jongens, hou dat geld dan alsjeblieft apart voor de WMO, zodat we dat volgend jaar in kunnen zetten. Want het leek ons niet logisch. Voor, nee, dat leek ons niet logisch dat structureel zo zou zijn. Want als we kijken naar de problemen die er ook in de WMO nog zijn, of wat daar van gebeurt. Je noemde het net zelf al, de huishoudelijke hulp gebeurt ervan. We hebben dagopvang voor ouderen die daarvan gebeurt. Ouderen worden daarvoor vervoerd. Hele belangrijke dingen. En wat je ziet in die WMO is dat mensen voor heel veel verschillende dingen een eigen bijdrage moeten betalen. En daarom zien we dat een deel van onze ouderen zorg gaat mijden. En als je dan ziet dat je geld over hebt, dan denken wij, kijk dan naar slimme manieren bijvoorbeeld om eigen bijdragen te verlagen. Tot slot wil ik het nog even heel kort, sorry dat ik je, want we hebben maar heel weinig tijd en willen het nog heel even hebben over de bijstand. Ja. Een van de discussies die dan speelt, ook met decentralisatie, is de tegenprestatie op het moment dat je een uitkering krijgt. En dat betekent eigenlijk dat je verplicht vrijwilligerswerk moet gaan doen. Zo zeg ik het altijd maar, want dat is het makkelijkste om het uit te leggen. En dat mag niet betaald werk in de weg staan. Dus het kan dan in de kantine van de voetbalvereniging bijvoorbeeld. Hoe staat de ChristenUnie daarin? Nou, laat ik ermee beginnen mee te zeggen dat we volgens mij af moeten van het beeld dat mensen die moeten leven van een bijstandsuitkering mensen zijn die niet willen werken. Ik zit inmiddels 4 jaar in de politiek en ik ben in al die jaren nog niemand tegengekomen die niet wil werken. Dat hebben we ook tegen het college gezegd. Ga op onderzoek. Als je iemand tegenkomt die niet wil werken, dan mag je wat de ChristenUnie betreft kijken naar of zo iemand iets terug kan doen. Maar is het niet goed om die mensen die niet werken en die misschien wel thuis zitten en vereenzamen, om die door middel van participatie in de samenleving te helpen in een situatie? Ja, dat moet de gemeente ook doen vanuit de participatiewet. En dan zegt de ChristenUnie, ga met die mensen in gesprek. Kijk goed naar wat vaardigheden van die mensen zijn. Kijk goed naar wat voor opleiding of vooropleiding deze mensen hebben. En kijk ook of je deze mensen niet moet bijscholen om ze een plek te kunnen bieden op de arbeidsmarkt. Pieter Krol, sorry dat jij het onderbreekt, maar we zijn op het einde. Hey, bedankt voor het interview. Het zal spannend worden voor volgende week woensdag. Ja, het is zeker spannend. Zeker nu dichterbij komt, maar het is ook leuk om nog keihard ervoor te gaan. Dit weekend nog een paar debatten, nog een paar mooie acties. Jullie hebben nu 1 zetel, vorige keer net niet 2. Ja. Jullie hebben een trouwe achterban, dus ik zie je denk ik wel terug in die raadzaal. Dat hoop ik wel. Ik ga ervan uit dat 1 zetel echt moet lukken. En ook nu denk ik wel, misschien zit die 2e er wel in. Dat is best spannend. Succes. Dankjewel. In tegenstelling tot Den Haag zijn er in Leiden geen grote peilingen. Toch zijn we wel een beetje benieuwd waar er volgende week op gestemd gaat worden. Maar gelukkig hebben we wel de website Leiden Kiest van Hans van Dalen. En hij heeft een peiling voor ons gedaan. Hans, welkom in de uitzending. Hoi. Ja, website Leiden Kiest. Yes. Jij peilt. Ik heb 2013 dat voor het eerst gedaan, dus bij de aanloop naar de verkiezingen van 2014 en dit jaar dus weer. Oké. Okay. Voor de lol. Voor de lol? Ja, gewoon voor de lol. Hoe werkt jouw site? Dat is heel eenvoudig. Het is een statistici die zeggen dat het een, uh, uh, hoe noem
we dat ook weer? Een eigen inbrengsite is of iets dergelijks, een eigen inbrengpoll. Het is niet random, het is niet anoniem. Het is wel anoniem, maar het is niet zo dat je de deuren langs gaat. Mensen kunnen daar naartoe en stemmen. Okay. Hoe representatief is jouw streekproef? Niet. Niet, dat moeten we even van tevoren duidelijk zeggen. Het is niet representatief. Er zijn allemaal wiskundigen en zo die mij helemaal verketterd hebben, omdat dat allemaal nergens op slaat. Maar ik vind, als je zo naar die grote aantallen kijkt die toch stemmen, het geeft in ieder geval... 1200, hè? Ja, ruim over de 1200 nu. Het geeft toch wel in ieder geval aan hoe het leeft en hoe mensen ermee bezig zijn. En eigenlijk is dat ook het belangrijkste. Hoe dichtbij zat je 4 jaar geleden dan? Niet dichtbij. Ja, nou, het punt is, ik zat er redelijk dichtbij, maar er zaten 1 of 2 hele rare uitschieters tussen. Ja. Echt onverklaarbare. Ik heb er nu weer zo eentje waarvan ik denk van, nou, dat geeft waarschijnlijk wel aan dat het heel... Wie was 4 jaar geleden uitschieter? Weet ik niet meer. Nee, weet ik niet meer. Ja. Nee. Maar dan hebben we het eigenlijk gewoon, we zijn nu even aan het speculeren. We zijn gewoon aan het speculeren. En nogmaals wat ik zeg, men komt naar mijn site toe, men vindt het leuk. Ik vind het zelf leuk om een beetje te roeren in de democratie en een bijdrage te leveren aan het feest van de democratie. Mensen spelen ermee, we laten ze er wat verder mee spelen. En ja, wie weet dat een kleine bijdrage levert tot mensen. Het is het enige in Leiden wat een klein beetje om een peiling lijkt. Dus laten we maar gaan kijken. Want... Ja, kom maar op. Woensdag gaan we met z'n allen naar de stembus. Ja. Stel nou dat jouw peiling uitkomt. Als mijn peiling uitkomt, dan komt Sleutelstad er met 6 zetels in. Ja, de lokale partij Sleutelstad. Nu 0, gaat naar 6. Ja. Vind ik heel ongeloofwaardig. Vind ik volstrekt ongeloofwaardig. Maar wat je niet moet vergeten is dat Leefbaar vorige keer 2 zetels had. Ja. En eerlijk gezegd vermoed ik dat die 2 van Leefbaar, die gaan wel... Hè, dus laten we zeggen de fringe, de uitersten van waar je op kunt stemmen. Er zullen er wel een paar naar zo'n uiterste partij gaan als in dit geval Sleutelstad. Ja. Laten we eens kijken naar de rest. De grootste partij nu met 12 zetels is D66. 12 zetels D66, die verliezen er 2. Die gaan naar 10. Ja, alle collegepartijen verliezen trouwens. Partij van de Arbeid staat op 5. Van 5 naar 4. Van 5 naar 4. VVD van 5 naar... Oh, sorry, van 5 naar 5, maar dat gaat in procenten een heel klein beetje omlaag. Socialistische partij van 5 naar 3. Van 5 naar 3. Dus ze zijn hun monster meerderheid dan... als college kwijt. Ze hebben ze dan geen meerderheid meer? Ja, wel, ze hebben ze. Maar niet zo groot als dan het was. Nee, het is nog maar 2 zetels. Dat zijn de collegepartijen. Ja. Dan verwachten we natuurlijk allemaal wat gaat GroenLinks. We vragen ons allemaal of het gaat GroenLinks doen. Ja, GroenLinks gaat een beetje groeien. En hoeveel zetels krijgt GroenLinks? In mijn geval, dat heeft de afgelopen weken een beetje gevarieerd. Ze hebben er nu 4. Ze hebben op een bepaald moment op 6 gestaan, maar ze staan nu bij mij stevig op 5. Stevig op 5. Ja. CDA. CDA. Gaat er eentje af? Gaat er eentje af? Ja. Nou, dat is dan verrassend. Ja. Maar eigenlijk, noem de rest eens op, ChristenUnie. ChristenUnie gaat er ook eentje van af. En Partij van de Dieren. Partij van de Dieren, die krijgt er 2 bij. En dus wat ik net zei over die uitersten. Op de een of andere manier is de wijze waarop Pol zegt van het midden best wel redelijke dingen. Maar gaat in de uitersten, bij de kleintjes en de rare partijen, als ik het zo mag zeggen. Sorry, Sleutelstad. Nou goed, jij hebt mij het nog niet laten rare zien dingen. Tevoren. Dus voor mij is het ook, maar in principe, op Sleutelstad na, dat D66 een beetje gaat verliezen. Dat de Partij van de Arbeid verliest. Absoluut. Ik zou zeggen dat de VVD er nog misschien een gelijk blijft of een zetel erbij krijgt. Ja. De SP onder Lilian Marijnissen is de vraag natuurlijk wat voor een effect dat gaat hebben. Ja. Maar het is niet heel verrassend dat die misschien een zeteltje gaan verliezen. Het CDA zie ik gelijk blijven of iets groter worden. Persoonlijk is het allemaal. Hè. GroenLinks, ik denk dat het een hele grote verrassing zou zijn als zij niet zouden gaan winnen. Nou, Leefbaar Leiden doet niet meer mee. ChristenUnie zie ik wel op 1 zetel blijven. Uiteraard. De Partij van de Dieren gaat er wat bij winnen. En dan, nou goed, Partij Sleutelstad, dat is heel lastig. Is de vreemde eend erbij? Je zegt het is niet representatief. Maar het is ook niet heel gek wat hier op Partij Sleutelstad na. Nee, het geeft aan hoe goed de partijen georganiseerd zijn. Hoeveel lol ze er ook nu al in hebben om hun mensen naar leidenkiest.nl te sturen. Om daar nog eventjes dat stemmetje te geven. En toch een soort van, ik heb een thermometer in de reet van Leiden gestoken. Zo is het ongeveer. Ja. Veel mooier hoeft het niet. Maar gaan we eens kijken. Wat voor coalities kunnen er dan gevoerd worden? Wat ik net al zei, de huidige coalitie heeft 27 zetels. Dat is natuurlijk monsterlijk groot. We gaan ze nog 1 keer noemen. D66, Partij van de Arbeid, VVD en de SP. Ja. Ja. Die kunnen blijven zitten als ze dat zouden willen. Met 21 zetels. Ja, dus dan heb je 2 meer nodig. Ja. Maar dat gaat dus mogelijkheden bieden voor andere coalities. Deze nieuwe verhouding. Hè? Dus zeker doordat D66 als grote midden, anker in de stad als het ware, wat kleiner gaat worden.
Maar goed, je zou zeggen, nu GroenLinks erbij. Het zou heel logisch zijn als D66 en GroenLinks samen aan tafel gaan zitten. Ja. En dan hebben ze vervolgens samen met de andere linksen hebben ze een prachtige meerderheid van 22 zetels. En welke andere links pakken we dan erbij? SP en de Partij van de Arbeid? Ja. Ja, dus dan worden we een hele linkse stad. Dan worden we een hele linkse stad. Ik denk dat D66 dat niet zou willen. Dus D66 wil iemand aan de rechterkant hebben. Nou ja, het aardige is dat als ze, laten we zeggen, als ze er echt in het linkse gebeurde niet uitkomen en ze gaan een beetje naar rechts leunen, dan zou je een soort rechtslokaal kunnen krijgen. Ja. Dus D66, VVD en Sleutelstad. Oké. Ja, en je hebt nog een hele bijzondere, hè? Ja, nou ja, ik noemde het net maflokaal, maar het is echt, het is rechtslokaal. Linkslokaal kan dus ook, D66 GroenLinks en Sleutelstad. Ja. Nou zien we wel met dit college dat het heel tevreden is met hoe het functioneert. Ja. We zien dat er twee wethouders weggaan, een wethouder van de SP en een wethouder van D66. Dus die moeten vervangen worden. Ja. Maar als deze coalitie verder kan gaan... Ja, maar ze gaan dan wel, naar mijn indruk, maar goed, nou, ik ben eigenlijk van de getalletjes en dan ga ik dan inhoudelijke opmerking maken. Maar het is toch een beetje lullig om te blijven zitten met 6 zetels verlies over de hele coalitie. Ja. Dan maar goed, dit is... heb je wel een klap gekregen. Ja. En wat je net zei, in die middenmoot, lijkt dat wel te gaan kloppen, hè? Die getallen, voor mij. Nou, die middenmoot lijkt wel... Dit komt in ieder geval overeen als je bijvoorbeeld kijkt. Alleen de VVD ook niet. Maar als je kijkt naar Den Haag... Hè, daar staat VVD nu weer bovenaan, geloof ik. Ja. Ik zou het niet durven zeggen. Dan is dit helemaal geen gek uitslag. Als dit het zou worden. Ja. Nogmaals, op sleutelstand. Nou, waar ben jij woensdagavond? Want aanstaande woensdagavond is... de uitslagenavond in de Nobel. Sta jij daar tussen? Ja, ik kom even luisteren. Je komt even luisteren. Ja, ik wil het wel even weten. Ja. Ja. En nu eventjes je papiertje weg. En je wilt misschien niet, maar als je nou je eigen peiling weghaalt, wat denk je dan zelf dat er gaat gebeuren? Hier in het Leidse? Ja. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er nauwelijks tijd over gehad om er serieus over na te denken. Ik kan me heel goed voorstellen dat D66 verliest. Vorige keer waren ze echt groot. Ja, 12 zetels was ook gewoon. Ik denk dat er heel veel. Dat was echt heel veel. Ik denk dat die als Sleutelstad de oude leefbare stemmen krijgt en nog wat andere mensen die ontevreden zijn met hoe het gaat, lijkt me dat niet eens zo fout. Weet je, de meeste politiek is lokale politiek tenslotte. En voor de rest durf ik het niet te zeggen. Nou Hans, dan zie ik jou woensdag in ieder geval op de uitslagenavond. Ja, leuk. Tot woensdag. Unity maakt radio. TV West is er met televisie bij. Dus helemaal goed. We gaan elkaar zien. Dankjewel. En tot zover deze uitzending van Aan tafel met Leendert. Dinsdag zijn we er weer, dus tot dinsdag.